geweldig natuurlijk, onze knopingen. Ja. Alles op en eraan is bizar. Mooi. Familie erbij, je vader? Ja, familie, broer, zus, vader, alles is, ja, dat maakt het compleet. Ja. Zo mooi, leven al zo mee, dus dat is extra mooi, ja, dat we met elkaar kunnen vieren. Geniet ervan, man. Ja, ga ik doen. Ja, want dit is jouw clubpie. Ja, klopt. Hier speel ik al, denk ik, 7, 8 jaar. Ja. En dan ja, dit meemaken in je eerste jaar betaald voetbal, dat verwacht je nooit. Nee, zeker niet. Nee, ja, iedereen heeft over een jongensdroom, maar jij bent nog een jongen en je hebt je droom. Ja, klopt. Ja. Het is nog niet te beseffen, zeg maar. Gewoon, zeker niet als je 3-0 achter staat. Dan denk je eigenlijk bijna wel van, ja, dit gaat er niet meer worden. Maar hoe dan met het team zeg maar, nog terugzetten, ja, dat is niet te geloven. Echt niet te geloven. Joshua Aigeraan, wat een ontwikkeling, hè? Ja, geweldig. Ik ben trots op hem. Dankjewel. Echt, ik ben trots op hem. Als jij nou mij was, hè, welke vraag had jij hem nu gesteld? Wat is je hoogtepunt van dit seizoen? Nou, nee, vraag van vandaag. Eerste keer je shirt. Het shirt aan van Excelsior. Ja, dat denk ik ook wel. En toen was ik ook gelijk man of the match, denk ik. Dus ja, dan denk ik... Moet je verlegen zijn, hè? Nee, zeker. Kijk, dat weet ik. Joshua, voor camera en oudere gasten in het team is hij een beetje rustig en verlegen. Maar hij kan er wat van, hoor. Ja. Hij kan er wat van. Nou, jongens... Ga lekker feest vieren. Hij mag wel drinken, toch, ouwe? Ik ben 20, dus ja, het mag wel. Hij wel in ieder geval. Ik drink niet. Dat mag wel niet. Dankjewel. We zijn begin van het seizoen zijn we gestart met een super dunne selectie. Uiteindelijk hebben we een hele mooie groep, een hechte groep bij elkaar gekregen. Tuurlijk, ik denk dat heel weinig mensen dit hadden verwacht. Iedereen zag anderen als favoriet. Maar ik ben ontzettend, ontzettend trots op deze jongens. Al deze jonge jongens. En als laatste, jullie onvoorwaardelijke steun. Jullie onvoorwaardelijke steun, al die mensen die er altijd zijn geweest. Dank jullie wel. Mijn zusjes, dank jullie wel. Stichting 13 Dromen, dank jullie wel. Oh,
wou twee groepen mensen bedanken. Ik ben 2,5 jaar geleden teruggekomen naar mijn club. De club was ook mijn club. Dat was mede. Ik heb een hele enthousiaste en meelevende familie. Die er vanavond waren op het uitvak, op het thuisvak. En deze. Ja, mijn vrouw leeft altijd heel erg mee en die moet altijd maar, ik moet maar weer werken. Dus prima. Maar ik zou eerlijk zeggen, deze is vooral ook voor mijn pa. Mijn pa woont dichterbij. En nou, dat weet je, de aardappelgroepen van mezelf, die nog fit en gezond is. En hebben we dit kunnen geven vanavond. Deze is vooral voor jou, pa. We zijn met onze club, jullie club, mijn club, onze club terug in de Eredivisie. Ja!